Oké, Riek, op dat jij de lul bent deze week. Dat jij de lul bent. 3, 2, 1. Deze week is Lieke de Sjaak. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de auto wordt gezet naar een voor haar nog onbekende locatie. Yes! Yes! Zodra de zak en de koptelefoon afgaan, heeft ze nog 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op hetgeen dat ik voor haar bedacht heb. Zo, dat is lekker. Gadverdamme! Dit is misschien wel mijn lievelings en ook degene waarvan ik het meest blij ben dat ik het niet hoef te doen. Want de Sjaak vandaag gaat onder een flatgebouw in een kruipruimte een rattenplaag bestrijden. Ik wens je heel veel succes en ook wel wat sterkte. Nou, dat is toch fijn dat ik dat niet hoef te doen. Want als ik ergens geen zin in heb, is het onder de ratten zitten. Ik denk dat Lieke het ook niet heel erg leuk vindt, maar wij vinden dat natuurlijk wel leuk. Dus laten we gaan. Lieke, schuif even een stukje op. Hallo? Opschuiven. Nee, daar ligt allemaal spul. Oké, nou, ik stap aan de andere kant in. Hoe gaat het daar? Ja, echt niet goed. Die geur, Bram, die melk is helemaal naar mijn rug geslopen. Ik heb het zo met je te doen. Oh, dat is gewoon niet waar. Dat klopt. Je hebt het onwijs naar je zin. Ik heb het zeker naar mijn zin. Want als je dit al goor vindt... Kan je een beetje tegen vieze dingen, of niet, Liek? Nou, je hebt mijn kamer gezien. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, nu niet vies gaan denken over dat ik de kamer heb gezien. Het was voor opnames. Oh, dat is ook niet best. Binnenkort op OnlyFans. Oké, waar hadden we het over? Over of jij er tegen kan, of een beetje tegen vieze dingen kan. Ja, ik kan zeker wel tegen vieze dingen. Het is echt, echt... Rillingen lopen over mijn lijf als ik eraan denk. Nou, ik kan gewoon niet bedenken wat ik ga doen. Ik heb er ook niet echt per se zin in. Nee, dat snap ik. Dat zou ik ook niet hebben. Ja. Oh, ik heb helemaal geen zin in. Kom maar mee. Die toon in jouw stem bevalt mij echt totaal niet. Eeuw, ik heb allemaal van het gore spul van jou aan me. Zo, ga jij nou lopen klagen over één kruimeltje? Jazeker. Ben je er klaar voor? Nee, ik weet het niet. Succes. Oké. Hi. Hey, we hebben hier een gigantisch probleem met ratten onder de flat. Oh nee, dat meen jij niet. Ja. Oh nee, dat meen jij niet. En jij gaat met mij mee. Dat is echt heel goor. Ik verwacht eigenlijk dat je over 10 minuten klaar bent. Ik pak je aan. En voor jou ook eentje, Bram. Voor mij? Ja, jij gaat ook mee. Dus kleed je nou maar om. Over 10 minuten ben je klaar. Ja? Het is toch haar aflevering? Hé, jij gaat mee. Wat moet ik dan doen? We gaan even kijken of we de rattenpopulatie, of we daar iets mee kunnen. En of wij een vangst hebben. En of er van het gif gegeten is. Dus je gaat bij mij mee onder de grond in de kruipruimte. Oké, en ik heb ook wel een beetje claustrofobie. Is het heel klein? Het is echt klein, heel klein, beetje. Ja. Ja, het is wel klein. Het is gewoon dubbelkut. Drie dubbelkut. Ja. Oh, 10 minuten! Een rat. Ja, niet eentje. Niet één. Nee, dat ding zit helemaal vol. Hou je bek. Ja, je gaat toch niet de rattenbestrijding bellen met één rat? Ja, zit echt moet helemaal ook opgeruimd onder. Worden. Nee, hou je bek. Ja, ik dacht dat het één rat nee, was. Nee, gek. Het is echt bezaaid met dode ratten. Nee, en levende ook. Nee, dat geloof ik echt niet. Nee, ja, levende! Ja, tuurlijk. Ze gaan niet allemaal in één keer dood. Zouden we ook niet gewoon een tempo maken? Ja. Dit moet ook nog aan, of niet? Zei 10 minuten, maar dat wil nog niet echt, hè? Vindt u uw werk leuk? Weet je, het is eigenlijk best wel belangrijk werk. Nee. Wat het leuk maakt, is eigenlijk dat je eigenlijk heel veel mensen die echt in de problemen zitten, kan helpen. Voor de volksgezondheid betekent je eigenlijk heel veel. Is het ongezond om ratten, ratten is ongezond. Ratten dragen heel veel ziektes bij zich, heel veel virussen. Is het dan niet nu gevaarlijk voor ons dat wij in een rattenval lopen? Daarom heb je ook dit pakje aan. En dat je ook gewoon goed met je hygiëne omgaat. Ben je klaar voor, Liek? Heb je er zin in? Nee. Hier zie je de uitgaafgangen eigenlijk al van de ratten van onder het pand vandaan. Dat hebben wij thuis ook. Nou, dan heb je thuis ook ratten, Liek. Ja, die kans is wel groot. Maar voordat je gelukkig leer ik hoe ik ze weg moet halen. Ik ga hier het luik even weghalen. Nou, de eerste valt mee. De eerste klem die we zien, die zit nog niks in. Hé, hey Bram, lijkt me verstandig dat jij eerst even gaat met je camera. Oké. Nou, daar gaan we. Ik ben gewoon nu al misselijk. Het is wel klein, hè? Ja, het is niet heel groot. Denk aan die klem naast je. Ja. Oh, wat stinkt hier. Jouw beurt, Lieke. Ja. Ga maar gewoon Bram achteraan.
Denk aan je klem, hè, achter je. Oh, fuck ja! Oh, die was ik alweer vergeten. Daar staat hij. Ik voel overal allemaal dingen. Fucking hell, ouwe. Hier zie je eigenlijk die grote hopen liggen zand. Ja. En je ziet hier de uitgraaf hangen van ratten. Die beesten nestelen hier overal onder. Die pak je de kist maar even. En wat zit hierin? Daar zit eigenlijk rattengif in. Oh. Nou, zoals je ziet wordt er ook goed van gegeten. Alleen het is al aanzienlijk minder als de afgelopen weken. Dus we zijn wel in de goede richting. Alleen we moeten nog wel even onze klemmen controleren. Die klem zat niks in. Heb ik ze hier op de leiding heb ik ze ook staan. Er zit ook niks in. Oké, okay, nice. Waren dat ze? Nee, we moeten nog even daarin. Hou je weg. Ik ben echt heel erg claustrofobie. Dat is vervelend, Lieke. Ik vind het echt, echt heel erg. Ik blijf gewoon even lekker hier, ja? Succes. Ik heb het heel benauwd. Ga je het redden? Ja. Oké. Okay. Gaat het? Ja, I'm good. Als jij hier blijft, kijk ik even snel om het hoekje. Nee, hier hebben we niks in de klem, maar ik heb daar nog eentje naast gezet. Oh, waar? Pak jij hem? Ja, tuurlijk. Dat is te merk. Oh, dat vind ik echt. Volgens mij is hij ook zwanger. Hij doet het niet meer hoor. Of toch wel? Ja, ik weet het niet. Nee, die doet het niet meer. Ik ben blij dat jij en Lieke ook gewoon nog even zitten fucken terwijl ik hier ben. Sorry, maar ik wil. Pak hem maar. Ja, pak hem maar. Ja, zo moeilijk is het toch niet? Oh, ik kan hier zo niet tegen. Ik kan niet tegen geur. Oh. Ik weet nou niet wat ik vies zo vind. Die rat op jou gekok had. Is ook helemaal te huilen, ja. Ja. Ik was ook zo blij dat ik dit niet hoefde te doen. En nu lig ik als nog hier zo. In die kruipruimte. Niet je rat vergeten. En optieven met dat ding, hoor. Ja, moppie. Daar lig je dan. Maar ja, sorry man, maar je bent wel echt kut als je leeft. Is dit ook gif? Dat is een steen, Lieke. Nou, laten we naar buiten gaan, want ik vond het wel mooi geweest. Oh. Ja jongens, dit is hem. Nou buren, hey, alsjeblieft, we hebben er één. Het staat me wel of niet? Zeker weten, ik zou dit gewoon lekker blijven doen. Ik kan het klemmetje gewoon leeg knijpen eigenlijk. Ik denk dat het wel juist. Eigenlijk zijn we erachter gekomen dat het probleem niet onder de flat zich bevindt. Dus eigenlijk moeten we nog gewoon op een locatie verder zoeken in de riolering, in de putkop zelf. Ik kan lekker tussen jouw scheid zwemmen. Ja. Nou, ik vind het wel aanstellers als ze voor één rat bellen. Nee, maar dit is niet één rat, hè. Oh. Die hebben ongeveer elke drie weken hebben ze ongeveer een nestje. 15 nestjes per jaar. 9 jongen, gemiddeld. Ja. Dat gaat wel hard, hoor. Dat gaat heel snel. En die jongen die zijn ook binnen 12 weken ook weer vruchtbaar. 12 weken? Ja, dat is dus een baby. Dus dan weet je het wel. Dan is het, als je daar gewoon niks aan doet, dan heb je wel echt een uitdaging. En waarom ben je dit precies gaan doen? Dit werk? Ja, ik ben hier eigenlijk ingerold via dit bedrijf. Ik ben begonnen hier op de afvalinzameling, gewoon op de vuilniswagen. Ja. En er kwam een plekje vrij bij de riolering. En op een gegeven moment kwam er een plekje vrij bij de plaagdierbeheersing. Dus daar ben ik voor naar school geweest en heb de opleiding voor gedaan. En zo ben ik eigenlijk hierin gerold. En wat valt er onder plaagdieren? Plaagdieren vallen onder wespen, ratten, muizen, kakkerlakken, bedwantsen, houtaantastende insecten. Ja, eigenlijk alles wat jij ervaart als vervelend, ja, is een plaagdier. Hey, we gaan nou naar de achterzijde van het appartementencomplex. Daar hebben we uitgaafgangen ontdekt van de ratten. Dus die komen daar echt daadwerkelijk vanuit het riool naar buiten. En eigenlijk is het de taak aan ons om dat dicht te gaan maken. Tenminste, aan jou vooral. Succes! Zodat we eigenlijk die toevlucht naar de wijk toe, dat we die blokkeren. Oké. Dus laten we maar gaan doen. Ik had besloten om niet mee te gaan. Het is wel zaak dat we eerst even de waardes opmeten in het riool. En bedoel je dan dat je meet hoeveel kak er precies in zit? Ja, kan je meten. De HVS-gassen, dat is wat vrijkomt van ontlasting. Dat is echt een heel gevaarlijk gas. Ja. Dit is wel echt diep ook, hè? Ja. Sorry, de geur. Ik hou mijn neus dicht. Je hebt best wel ginger haar. Dat is me nooit eerder opgevallen. Je hebt cornflakes in je haar. Dat is ook weer waar. Anker, die komt ons even helpen met het schoonmaken van het hele rioolstelsel hier zo.
Jezus, moeilijk hè? Kan je hem schoon spuiten? Ja. Go. Oh. Onderhand een beetje. Maar wordt zo'n riool geleegd of verdwijnt poep gewoon? Nee, uiteindelijk... Nee, dat weet ik echt niet. Het wordt allemaal afgevoerd naar de zuivering. En uiteindelijk ontstaat daar weer ook weer drinkwater. Kunnen ze er weer uithalen. Drinken wij poepwater? Eigenlijk wel. Serieus? Ja. Het wordt helemaal gezuiverd. Wist jij dat? Ja. Wow, dat is mooie circulatie van het bestaan. In principe hebben we hier dus die rattengang aan de zijkant van de putkop. Dus dat betekent dat er eigenlijk een slecht punt zit onder de putkop. Eigenlijk is het aan jou de taak om zo meteen het gat te dichten. Ja. Dat doen we gewoon met beton. En we gaan gewoon via de trap naar beneden. Maar we hebben de driepoot hebben we erbij. Stel dat je het echt niet meer trekt of dat je echt wegvalt van de stand. Dan kunnen we je altijd weer veilig omhoog halen. Ik zou zeggen, Liek. Yes. Zak lekker in de stoel. En doe je stinkende best. Zie hoe? Daar gaan die ratten in en uit. En je pakt gewoon die gang waar je die rat constant in en uit gaat, die maak je gewoon dicht. Het blijft gewoon niet plakken, dit ligt niet aan Lieke hoor. Nee, het ligt aan het cement. Ja. Heb je hem dicht? Ja. Jij bent goed bezig. Wel hè? Dat was het. Ja? I fixed it! Daar kom je echt veel te makkelijk vanaf. Go Lieke! Het is dus heel klein naar beneden. Ja, jij dacht dat je de Nia Turtles die wonen er ook tenslotte, zal wel wat ruimte zijn. Ja. Ja, nee precies. Wee. Dankjewel. Oh, dat is misschien wel poep. Oh, oh dat is denk ik echt poep. Gadsvaar. Eeuw. Oh. Een doekje. Ik blas echt in mijn broek. Ja, dit is natuurlijk een riool waar je als mens in kan, maar ik kan me ook voorstellen dat er soms een riool is waar je helemaal niet bij kan. Hoe doen jullie het dan? Daar hebben we ook apparatuur voor, gewoon met de camera. Zo'n hele kleine camera's, die passen precies door het riool heen. En eigenlijk kan je zo op die manier ook vaak wel het probleem opsporen. Of je zet een rookinspectie, kunnen we ook uitvoeren. Dus dan blaas je eigenlijk het hele rioolstelsel naar het huis toe, blaas je vol met rook. En als er dan ergens een lekkage zit onder de woning, dan zie je eigenlijk de rook er al uitkomen. En dan weet je al, hey, daar heb ik met een gat te maken waar de ratten in en uitkomen. En dan weet je waar je moet zoeken. En dan kan je echt gericht gaan repareren. Wil jij nou ook collega worden van Mark? Ga dan naar... maakwerkvaneschonerewereld.nl. Ja, en ga een beetje het avontuur aan, net als wij vandaag deden. Ja, misschien is het nou taak om eens een keer te gaan douchen, of niet? Keer. Ja, dat is wel echt een week geleden, ja. Ruikt allemaal niet echt heel lekker meer. Ik ga douchen. Thanks voor vandaag, Mark. Top. Succes, hè.